De bezoldiging van de rechterlijke macht is wederom verhoogd en niet door een ieder wordt dat verwelkomd met een hoera. Heel veel mensen hebben felle kritiek hierop en geven aan waarom de rechterlijke macht wederom zo'n forse verhoging moet krijgen. Weer anderen geven aan dat dit de reden is dat de rechterlijke macht op schoot van de regering zit. We spraken hierover met parlementariër Mahinder Joggi, die als volgt hierop reageerde. Wat u ook doet, er zullen altijd mensen zijn die kritiek zullen hebben. De rechterlijke macht is een van de belangrijke elementen in die rechtsstaat. Een van de belangrijke elementen in die democratie. En we hebben in dit land ervoor gekozen om de machten een beetje zelfstandig te laten zijn en te opereren. Het parlement heeft een eigen begroting. Het kabinet van de president heeft een eigen begroting. Het kabinet van de vicepresident heeft een eigen begroting. De rechterlijke macht heeft een eigen begroting. Zo zijn de rekenkamer heeft een eigen begroting. Dus zo hebben we besloten om te werken naar zelfstandigheid van onze instituten. En in het licht van het beleid waarvoor er gekozen is, namelijk die verzelfstandiging, past het inderdaad om wat tools aan te reiken aan de ambtenaren werkzaam bij de rechterlijke macht, de rechterlijke ambtenaren, zodat ze inderdaad equivalent kunnen functioneren met de hoofden bij de uitvoerende macht, bij de voorzitter van het parlement. Niet dat hij zoveel verdient, maar men probeert de lijnen te trekken. En vergeet niet de verantwoordelijkheid die hij rust bij het Hof van Justitie, de verantwoordelijkheid die hij rust bij het Openbaar Ministerie, de verantwoordelijkheid die er rust op de schouders van de hoofdofficieren, de officieren, de onderofficieren bij het Openbaar Ministerie, bij het parket. Het zijn mensen die met enorme verantwoordelijkheden bezig zijn. En als je dan goed accommodeert financieel, vind ik dat op zijn plaats. Het zijn geen ambtenaren die 7 uur aan het werk komen en soms niet eens komen en dan wegblijven. Het zijn mensen die lange dagen maken. Het zijn mensen die ook na het werk blijven studeren, zich inwerken, stukken lezen, bestuderen om morgen een goed besluit te kunnen nemen. Het zijn mensen die lange uren maken, veel verantwoordelijkheid dragen. En nogmaals, er gaat ontevredenheid zijn, er gaat onbegrip zijn. Niet iedereen gaat het begrijpen waarom, maar ik vind dat de mensen wel geaccommodeerd moeten worden. 60.000, 67.000 is 2.000 Amerikaanse dollars. Laten we die vergelijking ook maken. En dan gaat men direct zeggen, ja, maar een euro kodala in akondre, dat kan. Maar regionaal bekeken, internationaal bekeken, is het niet veel geld. Als parlementariër krijg je hier niet eens $1000. In 2005, 2010 kreeg je met een koers van 280... bijna $5000. Dat is ook weggevallen. Precies zoals bij die samenleving het is weggevallen, is het ook zo bij ons weggevallen. En zo is het ook bij de rechterlijke macht weggevallen. Dus wanneer er enige compensatie komt, een aanvulling komt, moeten we niet boos worden, moeten we niet teruggesteld raken, moeten we niet ontevreden raken. Accommodeer die mensen, laat ze hun werk goed doen. Maar men vertaalt het terug naar hun eigen portemonnee, heer Joggi. Vandaar dan die kritiek. Begrijpt u dat? Ja, maar niet iedereen is rechterlijke ambtenaar. Niet iedereen is officier. Niet iedereen zit bij het Hof van Justitie. En er zijn verschillen. In elke samenleving zijn er verschillen. En wanneer ik heb gestudeerd en ik ben onderwijzer, dan heb ik daartoe gepresteerd. En dan zal ik navenant betaald worden en vergoed worden. Wanneer ik, terwijl ik op school moest gaan, bezig was katapult te schieten, toch? En ik heb niet eens de 6e klas van de lagere school doorlopen, en ik vind een werk ergens als tuinman, dan moet ik mezelf niet gaan vergelijken met de vicepresident of met de voorzitter van de rekenkamer. Wat hebben wij zelf gedaan
om ergens hoger op die ladder te klimmen. Hoeveel best en moeite hebben wij gedaan om dat te doen? Dus ook naar die dingen moeten we kijken. Wanneer een specialist 15, 16 jaar moet studeren om een bepaalde werk te kunnen doen, technisch zich te ontwikkelen, en dan krijgt hij misschien een salaris daarvoor, dan moeten we niet zeggen dat die schoonmaakster op de poli zo weinig verdient en dat die specialist daar dat verdient. Dat zijn verhoudingen die geregeld zijn. En dat is wat we moeten acht nemen en dat is wat we moeten proberen te begrijpen. Ik weet dat er armoede heerst in het land. Ik weet dat vele mensen niet uitkomen. Zij willen ook uitkomen. Toch? Maar door te staan en uit te schelden en te vergelijken, gaan we er niet beter van worden. We gaan er beter van worden als we hard ons best doen. Zoals die rechters dat doen. Toch? Dat ze na 4 uur, 5 uur, 3 uur 's middags niet gaan chillen ergens. Maar laten we nog een job doen ergens om nog wat centen te verdienen. Laten we nog iets doen, toch? Om er beter van te worden. Alleen dat gaat helpen. Maar de kritiek wat men ook uit is, en dit is dan wat ze aangeven, en daarom zitten ze op de schoot van deze regering, de rechterlijke macht? Dat is onterecht. De rechterlijke macht zit niet op de schoot van de regering. Ik heb u net aangegeven dat we een traject uitzetten waar we hebben gekozen voor het verzelfstandigen van onze instituten. Het parlement, kabinet van de president, vicepresident, rekenkamer, rechter, zijn instituten. En we gaan richting verzelfstandiging. Hier is je budget, ga je werk doen. Kom me niet elke dag bellen en 2 dubbeltjes vragen. Dat is de richting die wij opgaan. En natuurlijk zullen kwaadwilligen dat wel menen en zeggen en bedoelen om haat en ontevreden te zaaien in die samenleving. Nogmaals, daarmee, met die houding, gaan wij niks bereiken in dit land. En niemand gaat iets bereiken. Laten we werken en hard werken en die bijdrage leveren. De tijd dat we nemen om uit te schelden op Facebook. De tijd dat we nemen om links en rechts dingen te doen. Laten we die tijd gebruiken om een peperplantje in de grond te zetten. Potom boulanger Siri Nagrong. Dan weten we dat na 2, 3 maanden 2 boulangers kunnen oogsten.